In de Langstraat wonen we allemaal relatief dicht bij elkaar. Dus sommige dingen lijken erg op elkaar, maar sommige dingen die zijn echt heel verschillend van dorp tot dorp. En wat we nou gaan doen, is gewoon met jullie is even onderzoeken. Wat voor, als we vroeger gingen buiten spelen, vroeger deden we er nog, hè, dat je, konden we nog niet achter de computer, de televisie kijken, zo, we moesten naar buiten. En als we naar buiten gingen spelen, wat gingen we dan doen? Wat speelde je dan? En als voorbeeld, je kon verstoppertje. Nou, dat kennen we allemaal, hè. Ja. Maar in mijn gedachte zit dat we dat volgens mij ook piepbuizen noemden. Ja, piepbuizen, hè? Nou, kijk, daar gaan we nou doen. Dus we gaan gewoon, ik loop door de zaal en ik denk dat het handig is als Joël, als jij die microfoon en dat jij met jouw kennis van streektalen gewoon een toelichting op een, nou ja, iets zegt als je denkt dat dat nuttig is bij wat we horen. Dus, we waren verstoppertje aan het spelen, of we waren aan het piepmuizen, of we waren aan het uitkruipen. Uitkruipen. Ja. En trouwens, in de voorbereiding dacht ik, het is eigenlijk wel heel leuk als we allemaal gaan opschrijven, maar dat kost een heleboel tijd. En Marie die heeft net uitgelegd dat ze echt duizenden uren aan transcriptie heeft besteed. Wij zetten het gewoon op de film, en als we dat nuttig vinden, dan draaien we die film af en schrijven we het op. Dan kunnen we het ook nog met jullie delen, maar dan, dan houdt dat niet het programma van aan. Dus, uitkruipen, hè? Ja, of wegkruipen. En waar vandaan? Het Rune. Ja. Maspikhoff. Ja, soms kennen de mensen wel, maar dan draai ik het gewoon om. Dan, zeg je Maspikhoff. Ook uitkruipen in Maspikhoff? Uitkruipen, hè? Ketsen, wegkruipen, het ging in ieder geval niet vlug, want ze kropen allemaal. Ik ga ook eens even, ja, eens kijken waar we Marie. Ik weet nog een overleden hartsteekswoord, stoppertje. Lolo. Lolo. Ja, en ik heb er ongeveer anderhalf jaar over gedaan om erachter te komen wat vandaan komt. Lolo. Lolo. Lolo, ja, gek woord, hè? Het is een heel oud woord en het zijn al enkel de Aalmeese die het nog gebruikt hebben. En nou, ja, ik moet in mijn woordenboek kijken van welke plaatsjes, maar er is in de Eerste Wereldoorlog, zijn er hier vluchtelingen uit België gekomen en zo ook op de Warsteek. En je hebt in België met twee plotskes waar ze lolo speuren zeggen tegen verstoppertje. En dan denk ik dat de vluchtelingen aan die twee plotskes kwamen op de Warsteek zijn geweest en dat die kindjes met elkaar lolo gespeeld hebben. En het komt in heel Nederland niet voor, nergens niet, dat er iemand lolo zegt. Behalve die twee plotskes in België. Ja, dat is een heel leuke toevoeging en het geeft me weer de uniekheid van deze avond aan. Hè. Maar ik heb eerst het voorzet gegeven, het verstoppertje. We spelen nog meer. Wie geeft het eerste rol? Baantkaaien. Wie heeft de baantkaaien? Even kijken. Hier. Maatkaai, kaaibaan. Stoepranden? Ja, is dat allemaal nu wat voor kaaibaan? En bij deze dan? Ik kom even terug naar wat. Even terug naar Bork. Bij deze, want ik ken het helemaal niet. Ik ging aan de ene kant van de straat en dan aan de andere kant. En dan moest je met een grote bal, moest je aan de overkant de baantkaai raken en als je hard gooide kon hem terugvangen. En als je dat niet deed, dan waren we af en dan had een ander een bal. En totdat er een auto kwam en dan was het even zacht, hè. Oh ja, oké, dat is goed.
tot daar en zorg weer zo gooien dat die bal terugkwam. Ja, tegen de kaaibaan. Ja. Nee, maar tegen de maalkaai. Ja. Ja. Alleen de wolf, maalkaai. Ja, dat is het wat hebben. Ja, maar hij, nee, maar hij zegt, in, overal doen ze kaaibanden, alleen de hoog doen ze bandkaaien. Zo zeg je, zo was het, hè? Ja. Ja, zie je wel, dit is hartstikke leuk, ja. Wie had er nog... Ik denk dat het lastig is voor sommige mensen, maar in Ketselshoekse gingen wij Zuringen. Zuringen, dat is een nieuw woord, hè? Dat is niks. En is geen bandkaaien gemaakt, dat is een nieuw woord, Zuringen. Wij als kwajong, wij speelden op straat en dan gingen we Zuringen. En Zuringen, dat was in het voorjaar, de Zuring, die groeide in de bergen van de sloot. En die vraagt me, dat is mijn school. Ja, Zuringen. Lekker. Dus, nou, waar hadden ze nog meer van die schaalprachtige gedragen gemaakt? En hoe noemen ze dat? Ik denk in de ketting. Ja, ik denk dat je alleen zat bij alle zuren. Ik denk dat alle zuren bij jou is. Mevrouw. Wij gingen gewoon naar de grond voor. Hij ging wel bremmen. Bremmen? Ja, bremmen. Ja, bremmen, blauwenplukken. Bremmen. Bij ons ging het in orde. Dat is een vangstgebroken. Oké, volgende woord, vangstgebroken. Wie, leg even uit hoe dat... Er werd op straat een lijn getrokken, het had twee partijen, en die lijn ging door heel de polder heen. En dan was de bedoeling dat de partijen van de ene kant die vlag veroverden die aan die kant stond. Ja. En als je gezien werd getikt, dan moest je ergens gaan staan en dan kon hij weer verlost worden. Maar dan moest je weer iemand aantikken zonder de heiwerk eraf te kunnen. Ja. En de wielen naast heeft dat heel veel gedaan. Oké, okay, wie herkent het? Ik heb het antwoord. Oh, dat is het dadelijk. Eerst de afwerk, hè, want anders dan... dan gooien we alle woorden door elkaar. Maar vlag is gebroken, hè? Wie deed ook zoiets? Ja, wij deden dat wel, maar niet thuis, want daar hadden we niet genoeg mensen voor. Maar toen ik naar de middelbare school ging, toen deden we dat op zaterdag wel. Gezamenlijk met, laat ik zeggen, een groep van 30 tegen een andere groep van 30. Dus gaat er zo'n beetje zo'n hele leger nodig. Ja, dat was... Ja, dus een rafvakkerske verhogen met je legers. Ja, nou, Ad, jij had ook een beetje tent in de gaten houden, maar... Ik had het me heel veel herinneren dat wij deden Piemelongen. Ja. Piemelo. Ja. Ik ken al best de greep ook nog. Nee, ja, eentje zo en zo. Ja, en zo. En Piemelo, wie kent het? Wie heeft er wel eens van gehoord? Nee? Dat deed mee mes. En de mes hadden een groot vijfvormen. Dus de mes lijkt zo op hoeven en een hup. En dan moest het natuurlijk recht op in de grond. Hè. En een keer zo, en een keer zo. Dat was de was, hè? Dat, ja, dat was Piemelo. Nee, dat was, ja, en het was ook geen lijntje gebroken, het was gewoon een handigheid hier met een mes. Ja. Nou wil ik niet zeggen dat in Bremen dan wel voor de hand lag. Dat is aan mijn woorden niet, hè? Nee, daar heb ik niet over. Maar wie kent Piemelo? Of andere, voor iets soortgelijks? Ja, ik kom terug. In die ketsen van en in Sprankapelle was gewoon mesgesteken. Ja, jullie moeten eigenlijk dat bloemen. Wij moesten een antwoord. Moesten wij een antwoord. Dat werd er helemaal niet meer op plek. Een laadje voor een dat was mee mes, maar dan ging de lijn de trekken, geloof ik. En, maar even eerst, we gaan wel eens op. Piemelo naar het landje gelopen, hè? Dus had u hier ook... Piemelo. Ja, ik vind het zo'n mooi woord ook, hè? En landje gelopen, hè? Wie waar we dit... Landje steken.
Lijnensterk. En dan gaan we afronden deze ronde, maar het is wel leuk, hè? Dus zo. Oké. Dus dan kunnen we, want niet al de staken, we hebben net gehad, want de bus halen, de hoek halen niet, want het slikken goed staat. Dus we kunnen het eens blijven. Waar ik ook herinner, en wij noemen dat knelklapper. En dat was een leeg blik. Leek wat iets op een stoppertje. Dus je moest, dus op een leeg blik en iemand was er en dan gaf dat blik, dan gaf de schub. En moest degene die er was, moest dat blik weer halen en moest je weer terugzetten en dan moest hij gaan zoeken. En als je aan het zoeken was, dan kwam weer in de bus en dan gaf dat blik weer in de appelwaai en dan moest je weer terugkomen. Maar ik herken het, weet je. Maar... Busje trappen. Ja. Bliksemtrappen. Ja. Bliksemtrappen. Ja, dat klinkt logisch. Dus ik weet niet wat het tegen mij af. Ken jij dat of niet? Dat zit bij mij in de kop, maar misschien was het ook wel gewoon bliksemtrappen. Busje trappen. Ja. En dan hadden wij de bal, hè? Ja. Geen blikje, busje. Buskentrappen. Ja, je ging hem hier aan de Vlemmische Boys, ze hadden de mal, hè, dat je niet meteen kan schuppen. Hè. Ja. En dan, ja. Kwam ik uit de Rijksstraat zeggen. En eten blik was het toen dan niet, dokter? Nee, toch, maar misschien was het buskentrappen, hoor. Maar we kennen het wel, hè. En ook zo'n beetje zoals ik het uitgelegd heb, of heb ik dan mijn eigen spaarregels erbij gemaakt? Want creativiteit kent geen grens, hoor. Jullie kennen het niet? Nee. Busgestaande? Ja, dus dat is nou, dat is inderdaad. Ja, dus, ja, maar ik heb op school gezeten en gewerkt, maar ik heb in Malwijk vooral het Vlaams afgeleerd. Toen ik op school kwam. Ja, werkelijk. Mijn broer is in het kaartspoor platgetrapt hier om in de kaal plat te maken. Ik kon hem niks meer sporen. En de bieter is aan het platgetrapt. En reep, hè? Reep, nou, dat is de les, hè? Reep. Ja, wie kent dat? Wie kent dat? Oh, iedereen. Ja, wij deden het niet met een officiële reep. Maar wij gebruikten dat we een open fietsje. Ja, zonder speler. Daar is toch zo. Oké, een open fietsje. Dus ik begrijp dat er eigenlijk ook in het spul met echte dingen. Maar met je fietswielen, dat was meer. Ja, maar daar zat een oog aan. Van de reep zat een oog aan. Ja, bij de winkel. Ja. Ja. Oké. Ja, dan komt die zat eromheen en dan komen ze op het over. Ja, maar wij deden als gewoon met fietsen, we hebben in de stok gehaald. Ja. Dat stond het. Dat draaide en dan gaan we terug. Ja. Kijk. Ja. Dan zeg ik jullie ook iets, of zit hier nou te denken van, wat doe ik hier? Ja. Kieren. Ja. Kieren. Ik denk, als jij iets zegt, dan gaan ze het ook in, want ik kom van Maastricht. Ja, bedenk. Maar, wat ik dan vraag, ken jij Francine Kieren? Nee, dat moet ik even denken. Even denken. Nee, wij deden sleukspringen. Kieren, dat kan ik ook nog met een boets of de sloot, ja. Of met een berg. Met een boets of met een berg? Ja, om de sleukspringen. Om de sleukspringen, maar ik ga eerst vragen met Kieren. We moeten dat leggen, Marie, want anders dan... Dat is tikkertje. En als je dan iemand tikt, dan moet je hem vasthouden. En dan moet er weer achter iemand aan. En als je dan nog iemand tikt, dan komt hij weer aan. Dan krijg je zo'n hele schimmel. Ja. Oké, okay, dat is dus... Ja, nou. Ja, dat is van meskies. Ja, hoe noemen jullie dat? Van meskies. Alleen maar. Hé, hey John, jij hebt hier ook niks van te maken. Waarom is dat nou kieren in de oostelijke Langstraat? En, waar was dat weer? Houten Houten Kaar in de markt. En heb je enig idee, als dat studie? Nee, je zou het niet zo over deel zeggen. Maar het is bij
die kinderspelletjes als wel mooi en dat er dingen ontstaan waarvan je vaak ook niet de herkomst kunt gaan leiden, want de kinderen die verzinnen het. Ja. En dan denk je soms, ja, waarom zullen we het zo zeggen? Dus het zijn heel andere soort woorden als woorden voor, ik noem maar iets, groentes of woorden voor gevoelens of kleuren. Of, dat zijn woorden die worden door de volwassenen, door de eeuwen heen meegenomen en die ontwikkelen zich. En die woorden van die kennisspelletjes, ja, die ontstaan van de ene dag op de andere dag. Dan zegt er één iets en de rest kan ze na praten. En dan hebben we nieuwe spelletjes. Ja. Ja, dat klopt. Ja. Nee. Wij hebben in begin jaren 90, toen hebben ze drie maanden een paar jongens uit Kroatië in huis gehad. En die spraken geen Engels en wij geen Kroatisch, maar de jongste van ons, de zoon, die was ongeveer net zo oud. En die hadden geen twee dagen nodig om elkaar helemaal te begrijpen. Die maakte gewoon een eigen taaltje en die speelde en die deed en ze wisten van elkaar precies wat ze bedoelden. Dus dat is wel een puntje. Ja. Wij denken dat ze in Waspik dat spelletje Katten met een lange ster noemt. Katten met een lange ster? Ja, nou, ja, het wordt natuurlijk steeds langer. Ja. Ja. De volgende was een soort Pinocchio, maar dan al aangekomen.